Hoog bezoek bij VDL dinsdagmiddag. Niemand minder dan koningin Maxima woonde een actiebijeenkomst bij van tientallen werkgevers. Die willen hun krachten bundelen om de stijgende schulden bij werknemers tegen te gaan. Toen een secretaresse van mij, die kon echt niet een goede hypotheek aansluiten. Dus ik zei, dan gaan we echt samen echt kijken. En het was ongelooflijk. Als bij haar zo is, dat betekent maar zoveel meer mensen. Zo zijn we begonnen met wezen geldzaken. Inflatie en hoge gasprijzen maken het leven duurder. Veel mensen die werken hebben schulden. De helft van alle huishoudens met schulden heeft een kostwinner die bij een bedrijf werkt. Voor werkgevers is die groep moeilijk te herkennen. Het Eindhovense bedrijf VDL heeft een aanpak ontwikkeld om deze mensen toch te kunnen bereiken. Je zult veel moeten communiceren, met medewerkers de drempel verlagen. De mensen echt het gevoel krijgen, je staat er echt niet alleen voor, we doen dit samen. En dat kun je natuurlijk uitrollen over heel Brainport. Dus wij zijn van de samenwerking, de krachten bundelen. En dat is wat wij hier doen. En dat is wat de Nationale Coalitie ook heeft opgepakt. Dus die heeft gezien dat wij dit op deze manier aanvliegen. En zij zien dat het werkt. Dus zij zeiden van, goh, kun je dat ook eens vertellen ten opzichte van heel Nederland. Weinig mensen praten graag over hun schulden en dat maakt het moeilijk om te zien waar de problemen zitten. Ook koningin Maxima vindt het belangrijk dat deze mensen sneller geholpen worden. Het duurt vele jaar tot iemand echt durft om hulp te vragen. Vele jaar. Al die vele jaar, er zit een enorme financiële stress. En die schulden die lopen zich af op. En misschien op het zevende jaar komt echt uiteindelijk een salaris, een loonbeslag. Hè. Dus de build-up gebeurt echt daarvoor. Dus dat moeten we echt onderkennen. Ja, zij doet dit natuurlijk, zoals we weten, veel in het buitenland. En zij heeft eigenlijk gekeken naar Nederland en gezegd van, hey, hier is het zo hard ook nodig. Ik wil mijn energie daarin zetten. En dat is natuurlijk prachtig dat zij dat doet. En zij is er echt voor om hier in Nederland de dingen te veranderen. Behalve VDL zijn uit onze regio ASML en CSU al aangehaakt bij het plan. De bedoeling is dat werkgevers in het hele land hun voorbeeld straks volgen.